New York 2075. Koningin der Harten, wrede heks, heerst over de wereld. Door jonge meisjes te betoveren, steelt ze hun jeugd en schoonheid en blijft onsterfelijk. De betovering van prins Akai's verloofde maakt hem furieus en hij moet en zal zijn geliefde wekken. Een bliksem zendt hem naar het New York van 2075. Hij zoekt zijn toevlucht bij detectieven Oscar Lightbulb, zijn assistent Barnaby en hun secretaresse mejuffrouw Moon. Die besluiten hem te helpen. Wat een ongelooflijk verhaal, prins. Met behulp van de tijdmachine van Oscars vriend slagen ze erin een vreemd middeleeuws boek met voorspellingen in een computer te downloaden. Elk vers noemt een ingrediënt dat nodig is om een tegengif te maken dat Angel zal doen ontwaken en de betovering van de kwade koningin zal verbreken. De koningin ruikt het gevaar. Ze steelt het boek der voorspellingen en gebruikt het om onze helden op het spoor te komen en ze te beletten het tegengif te brouwen dat haar zal vernietigen. Niettemin weten onze vrienden de eerste vier ingrediënten voor het tegengif te bemachtigen. Angel is nu veilig. Alles lijkt goed te gaan. Maar koningin Dark zint op wraak en ze heeft één belangrijk voordeel. Ze heeft broeder Tig weten te ontvoeren en ze bedenkt een plan om de prins in de val te lokken. Duister de koningin, duister haar plan. Ga naar haar hol en bestrijd haar zo je kan. Zonder u is Angels vader niet meer. Vind hem en het zwarte goud daalt neer. Vrienden, dit vers lijkt me overduidelijk. Angels vader is... Broeder Tig, hij is als een vader voor haar geweest. Hij is in de handen van de koningin. Zonder ons wordt hij misschien wel vermoord. We moeten hem bevrijden. Bedoel je dat we naar het hol van de koningin moeten? Ja, we hebben geen keus, Barnaby. Wat is in hemelsnaam zwart goud? Olie of petroleum, zo noemden ze het in de 20e eeuw omdat het zo kostbaar was. En het vers zegt dat we het nodig hebben bij het maken van het tegengif. Nou, dan moet het maar. Wat is er, vriend? Pasha, we hebben je hulp nodig. Pasha, luister. Kun je ons helpen het vlaggenschip binnen te komen? Jij houdt wel van gevaar, hè, Oscar? Zo, mannetje. Je kleine brein heeft ons alles verteld wat nodig is. En daarom ben je niet meer van nut, zo gezegd. Mama, mag ik hier? Mama, om na zo'n lange reis voor altijd te verdwijnen, wat tragisch. Je zou beter af zijn geweest in de middeleeuwen. Maar je hebt geluk. Ik ben toevallig in een goede bui, dus ik laat je nog even leven. Hoe dank u. Je moet voor kaas spelen. Hoezo kaas? Ja. En wij wachten op de muis. Muis? Welke muis bedoelt u? Ik weet zeker dat je vriend Dargar je niet in de steek zal laten. En als hij je komt redden, zijn wij zijn muizenval. Breng hem nu weg, Rico. Met alle plezier. Ik weet niets. Koningin, Angel is uit jouw klauwen bevrijd. Kan me niet schelen. Zodra ik Argai in handen heb, kan hij haar niet meer redden. Ik hoop voor je dat je gelijk hebt, want als zij ontwaakt, betekent dat het einde van jou. En zul je nooit naast mij zitten in de vlammen van de onderwereld. Ik wacht op je, Argai. Ik wacht op je! Beste vrienden, dit is een zeldzame gunst die mijn meester u verleent. Welkom in Pasha's centrale pakhuis, een grot van Ali Baba. Alle oorlogsbuit bevindt zich in dit gebouw. Dat is gaaf, zeg. Nou, dapenzuur, dit is indrukwekkend. De enige manier om het vlaggenschip binnen te komen is met een luchtschip van de militie. Ja, een uitstekend idee. Zoals deze bijvoorbeeld. Op die manier pakken ze ons nooit. Kun jij hem besturen? Natuurlijk, fluitje van een cent. Kom maar mee. Captain kan elk vliegtuig besturen. Kom op. Ik ben het. Hey, hallo Oscar. Nou, de prins en Barnaby zijn op weg naar het vlaggenschip. Ben je klaar? Ja, ik ben er klaar voor. We hebben je meer dan nodig, Huxley, want zonder jouw hulp redden we het niet. Oké, het is tijd om naar de middeleeuwen te gaan, juffrouw Moon. Ja, ik kan niet wachten om te zien waar Angel vandaan komt. Eens even kijken, alles lijkt in orde. Succes, Huxley. Sterkte. Tot kijk. Nog een klein eindje. Ze zullen zomaar vragen wie we zijn.
Ik hoop dat Huxley zijn best heeft gedaan, want anders... Dus dat is het beruchte vlaggenschip? Ja, het is een vliegend fort. Als de koningin de stad wil vernietigen, hoeft ze alleen maar op de knop te drukken. Dan heb je een groot gat in plaats van een stad. Zoals een katapult. De ring die als basis dient hangt altijd boven de stad. Dat is waar de militie zich bevindt. En daarboven hangt het vlaggenschip, het hoofdkwartier van de koningin. Het vlaggenschip is meestal op reis door de kosmos. Als het hier is, dan heeft koningin Dark een goede reden. Boer Tig is een goede reden. Kijk eens wat ik heb gevonden. Wat zijn dat voor dingen? De maskers van de wachters van de koningin. Die kunnen van pas komen. Doe ze maar snel op, we zijn er bijna. We zijn er. Oh, ik ben bijna klaar. Dit zou moeten werken. Toegangscode S742.X. Dat zou het moeten zijn. Ik hoop het, Huxley. We houden contact. Toegangscode. S742.X vraagt toestemming om het schip binnen te gaan. Eén moment. Ik hoop dat Huxley gelijk heeft. En anders... Dan hebben we een paar probleempjes. S742.X, u krijgt toestemming om het vlaggenschip binnen te gaan. Goed gedaan, Huxley. Dank je. Laten we gaan. Ik heb het gevoel dat ik de muil van een wolf binnen ga of zo. Ik zet hem neer en wacht tot jullie terug zijn. Als dit lukt, dan neem ik jullie mee op hertenjacht in het bos van Tirloch. Op hertenjacht in de middeleeuwen? Wat gaaf, joh. Kom mee, Barnaby. Okidoki. Nu kan ik niks meer voor ze doen. Nou, ik hoop dat het allemaal lukt. Zo, dat was de eerste stap. Kom, laten we opschieten, juffrouw Moon. Dit bos is in ieder geval al bekend terrein voor ons. Haal diep adem. Schonere lucht dan hier krijg je niet. Ik vind het vervelend om Angel daar alleen achter te laten. Kijk uit! Het waren maar paren. Ze liepen ons bijna onder de voet, zeg. Waar gaan we heen? Bij het klooster kunnen we wel hulp vinden. Daar is het. Ter tijd ook. Er is iets veranderd sinds de laatste keer. Inderdaad. Het ziet er nog even eng uit. Oscar, is het wel een goed idee om op die deur te kloppen? Ik weet het niet. Ik heb het rare gevoel... Prins Argai kan hier ieder moment opduiken. Alle ingangen zijn beveiligd, majesteit. Mooi, uitstekend, Gekko. Je verveelt je toch niet, hè, monnikje? Stilte! Er gaat een einde komen aan je eenzaamheid. Tig. Arme kleine monnik, volgens mij zijn je vrienden aangekomen. Geef bevel New York te verlaten. Ja, majesteit. Het vlaggenschip lijkt uitgestorven. Ja, tot nu toe hebben we geluk gehad. Er is hier weer een deur, Huxley. Geen probleem. Daar gaat hij. Waar zijn we, Huxley? Jullie zijn in de controleruimte van het vlaggenschip. Alle bevelen komen daar vandaan. Wat doen we nu? Maak contact met een van de computers, dan kan ik kijken waar broeder Tig is. Oké. Iedereen naar zijn post, we vertrekken onmiddellijk. Iedereen naar zijn post. Het schip gaat vertrekken, we zitten in de val. Uitgangen dicht zitten. Niets of niemand mag het vlaggenschip verlaten. Ja, majesteit. Hoor je me, Gekko? Niemand mag dit schip verlaten. Dan maakt u zich maar geen zorgen. We komen hier nooit meer levend vandaan. Zo, zo.
zullen als carbonades geroosterd worden. Overdrijf nou toch niet zo, juffrouw Moon. We hoeven ons geen zorgen te maken. Vroeg of laat komen deze mensen erachter dat ze een fout gemaakt hebben. Jullie worden bij zonsondergang terechtgesteld. Nee. Hoor je wat hij zei? Juffrouw Moon, wacht nou even. Er moet toch een manier zijn om hieruit te komen? Eens even kijken. Krijg nou het apenzuur. Dit is heel vreemd. Wie bent u? En u? Wie bent u? Mijn naam is Oscar Lightbulb. Ik ben privédetectieve. Nee, niet weggaan. Blijf hier. Ik ben een goede vriend van Prins Arkai. Wat zegt u? Dat is de waarheid. En ik ben ook een vriend van Angel. Heeft u nieuws over Angel, meneer? Angel is in het bos. We moeten uit deze cel zien te komen voordat het te laat is. Volg me. Wakker worden, juffrouw Moon. Wakker worden. Wat is er aan de hand, Oscar? Waar ben ik? We zijn gered. Kom. We hebben geen moment te verliezen. Deze kant op. Hoe kunt u hier de weg vinden? Ik ben zo blij dat we aan die barbaren ontsnapt zijn. Deze kant op. Waar gaan deze tunnels naartoe? Overal zo'n beetje. Naar het kasteel, het bos en zelfs naar een aantal huizen. Sinds de invasie van Tirloch wonen de barbaren daarboven en wij hier beneden. We zijn er bijna. En waar komen jullie vandaan? Beetje ingewikkeld om uit te leggen. En bovendien, je zal ons toch niet geloven. Binnen de veiligheidszone, majesteit. Laat ze met rust. Ik wil dat ze eerst hier komen. Het wordt tijd om de prins aan te pakken. Die gangen gaan maar door. Ik heb het gevoel dat we geleid worden. Dat iemand ons op een bepaalde plek wil hebben. Gek, we zijn nog niemand tegengekomen. Het is hier uitgestorven. Misschien is het een val. Inderdaad, bij koningin Dark is alles mogelijk. We moeten op onze hoede zijn. Hé, de deur. Kijk, broeder Tig. Kom mee. Broeder Tig, hou vol. We zijn er. Hopelijk is het niet te laat. De deur gaat dicht. Je had gelijk, het is een valstrik. Broeder Tig. Ze verwachten, het is een valstrik. Wie is daar? Die stomme monnik vertelt de waarheid. Je bent erg dapper, prins. Maar je gebruikt je verstand te weinig. Je dacht dat je door hier te komen dat tonnetje kon redden. Hoogst amusant, hoor. Let op. Nee! Nou, Gekko, volgens mij waardeert onze gast ons gezelschap niet. Wat onbeleefd, majesteit. Maar hij is vervangen door twee anderen. Je bent een monster. Oh! Twee is gezelliger. We moeten iets doen, Arkai. Er is maar één ontsnappingsroute. Ik ben bang dat jullie avontuur hier eindigt. Zullen we springen? Geloof me, grijp ze. Hou je vast, Barnaby. Kom, snel. Stommeling, breng ze nu meteen hier terug. Anders gooi ik jou ook hier persoonlijk naar beneden. Lucifer, laat de duistere kracht ontwaken! Hey, wat is dat? Een vuurbal, snel! Barnaby, maak die deur open! Huxley! Huxley antwoordt niet! Oscar Lightbulb, wat fijn je te zien! En u ook, juffrouw Moon! Kennen jullie broeder Gregory, onze leider? Ze hebben mijn leven gered in Parijs. Vertel eens, hoe komen jullie hier? Ze zaten vast en zouden vanavond op de brandstapel komen. De brandstapel? Vanavond? We ontmoeten elkaar blijkbaar altijd als iemand ons wil verbranden. Een Angel? Angel? Waar is ze? We hebben haar meegenomen. Ze hoorde niet thuis in het jaar 2075. 2000 wat?
Ze is in het bos bij de tijdmachine. Een tijdmachine? Waarom herhaal je alles wat ik zeg? We moeten haar gaan halen. Hier bij ons is ze veilig. De barbaren houden het hele land bezet. Toen ik terugkwam uit Parijs zaten ze in het klooster. Ik herinnerde mij de tunnels en zocht daar een heenkomen. Daar vond ik de andere monniken die sinds mijn vertrek op me hadden gewacht. En niemand weet dat je daar zit? Nee, niemand. Behalve jullie. Ja, ja. Angel, hemel zij dank. Wat geweldig om je weer te zien. Oh, Angel, mijn kind. Is dit wat je een tijdmachine noemt? Dat klopt en het is verstandig om hem niet aan te raken. Angel, we zijn bij je. Wees niet bang. Wat is er met haar? Dit is hoogst eigenaardig, zeg. Het lijkt alsof ze ergens bang voor is. Iets dat sterker is dan de betovering. Krijg nou het apenzuur. Argai en Barnaby zijn vast in groot gevaar. Argai! Nee! Barnaby, we hebben het overleefd. Ik zal wel een koel drankje lusten. Volgens mij is het voorbij. Er gebeuren vast vreselijke dingen in de toekomst. Leg eens uit, Oscar. Prins Argai en mijn assistent Barnaby proberen broeder Tig te redden. Broeder Tig? Wat doet die in de toekomst? Dat is een lang verhaal, maar hij was gevangen genomen door de koningin. Ik weet niet of we hem ooit nog zien. Dat zou een groot verlies zijn voor onze gemeenschap. Shh. Horen jullie dat? Iemand die snurkt. Ik kom dan wel uit de stad, maar dat is niet het gesnurk van een dier. Laten we gaan kijken. Broeder Tig. Wat is er? Wie zijn jullie? Broeder Tig, ik ben het, broeder Gregory. Broeder Gregory? Maar wat doet u hier? Je bent teruggekeerd naar de middeleeuwen en naar Terloch. Maar zo net was ik nog gevangene van die vreselijke koningin. Vertel er eens wat over. Prins Argai en je vriend Barnaby kwamen me redden. Ah. Maar de koningin wachtte ze op. Het was een valstrik. Krijg nou het apenzuur. En wat gebeurde er daarna? De koningin die wees naar me en... Ik werd verblind door een heel fel licht. Huh? En daarna, ik weet het niet, ik kan me niets herinneren, behalve dat ik hier wakker werd. Dat lost één mysterie op. De krachten van de koningin hebben toch beperkingen. Als iemand niet uit haar tijd komt, kan ze hem dus niet vermoorden. Ik ben bang dat ik je niet begrijp. Het is heel simpel. De koningin wilde broeder Tig doden, maar toen ze dat probeerde, stuurde ze, juffrouw Moon? Hem alleen maar terug naar de middeleeuwen. Ja, precies. Dat betekent dat je alleen kunt sterven in je eigen tijd, broeder Tig hier. En wij in de toekomst. Ik weet niet of ik het snap. Maakt niet uit. Prins Argai is onsterfelijk in 2075. De koningin kan hem daar niks doen. En hij weet het waarschijnlijk niet eens. Maar Barnaby? Barnaby? Je hebt helemaal gelijk. Vrienden, we moeten onmiddellijk terugkeren. Zorg goed voor Angel. We komen terug om de betovering te verbreken. En wees voorzichtig. Ik vertrouw op je. Succes, vrienden. Kan iemand dit misschien uitleggen? Ja, dat kan. We zijn in de machinekamer. We hebben geen tijd te verliezen. Die gnomen zitten vast achter ons aan. Kom die kant op. We moeten Captain vinden. De gnomen. Rennen. Nee. Schiet op, Barnaby. We raken ze nooit kwijt. Argai, kijk, beneden. Wat is dat? Olly, zoals in de voorspelling. Inderdaad. Zo, heren, ik ben bang dat jullie het einde van de weg hebben bereikt. We zijn omsingeld. Grijp ze. Kom maar op. Kom terug, gnomen, kom terug! Voorzichtig, Barnaby. Je laser raakt de tanks. Jullie zijn gek geworden. Straks vliegt het in brand.
Jullie komen hier nooit levend vandaan. Wat moeten we nu doen? Het op een lopen zetten, voordat het vuur begint. Kom mee. Springen, Barnaby. Staat in brand, majesteit. Wat betekent dat? Het vlaggenschip moet geëvacueerd worden. Vlaggenschip. Het is geëxplodeerd. Joehoe! Hou je vast. Hey, baas. Barnaby, Arkaim. Hemelse dank, jullie zijn in leven. Maar broeder Tig hebben we niet kunnen redden. Maak je over hem maar geen zorgen, Arkaim. Hij is op dit moment bij Angel en waakt over haar zoals altijd. Het is wat ingewikkeld, maar we leggen het later wel uit. Heb je het? Het zwarte goud? Ik zwem erin, baas. En dat is nog niet alles. Het vlaggenschip is vernietigd. Kom snel terug, vrienden. Sterrenstof, sneeuw gelijk, in het feeënrijk. Dranen komen los in het enge bos. Zal het prins Argai en zijn vrienden lukken de kwade krachten te weren? Zullen ze de door koningin Dark gegraven valkuilen weten te ontlopen? Gaat het ze lukken om tegengif te brouwen en de betovering die Angel in slaap houdt te verbreken en daarmee koningin Dark te vernietigen? Argai weet dat hij de wereld kan redden met de kracht van zijn liefde. Mis het niet, het volgende spannende avontuur in tijd en ruimte van Argai, getiteld Het Betoverende Woud.